Hey, goedemorgen. Even iets random, hè? Soms moet je echt gewoon je bewust zijn van dingen. Ik ga het vandaag hebben over de prijs van producten, hè? Vooral producten die in grammen en zo verkocht worden. Verse producten zoals vlees en nog misschien groenten. Dat het toch belangrijk is dat je goed leest. Hè? Want nog steeds komt het voor dat mensen niet goed lezen wat de prijs is van iets. Toch? Dan ga je een bakje kip halen en laten mensen vaak iets staan omdat ze denken dat het te duur is. Hè? Maar waarvoor? Omdat sommige mensen gewoon niet goed kijken. Je pakt een verpakking. En je kijkt gewoon naar de prijs, wat het kost. Maar soms kijken mensen gewoon op de een of andere gekke manier. Kijken mensen gewoon erlangs of zo. Want dan denken ze van, dan zien ze bijvoorbeeld de kilogram prijs. En dat is vaak meer dan het aantal grammen dat je gaat kopen. Hè? Dus dat is de verwarring die soms is. Dat mensen dan denken van dat het duur is en dan laten ze zo'n verpakking staan. Toch? Stel bijvoorbeeld, ze zeggen van de kilogramprijs is bijvoorbeeld 11 euro. Hebben mensen zoiets van 11 euro? Dan kijken ze naar die verpakking van 11 euro voor zo'n kleine verpakking, 11 euro. Wat? Dat is duur, hè? Maar dan heb je niet gekeken van de prijs van de grammen, want dat is anders. Ik, gelukkig, ik weet niet of elke supermarkt het doet, maar gelukkig is het tegenwoordig zo dat ze de prijs zelf wat groter op de verpakking zetten, toch? Zodat mensen zich niet vergissen van, zo duur is het. Ik denk, want ja, je laat het product staan of je neemt het niet, of je doet jezelf tekort door iets niet te kopen. Bijvoorbeeld, je wil heel graag rundvlees hebben, riplappen. Meestal lijkt het zo duur, rundvlees. Maar in principe, omdat mensen dan denken van, goh, mensen kijken dan, pakken die verpakking en die zien staan 15 euro. En dan schrikken het mensen af. Terwijl als je eens gewoon goed gaat staan en de verpakking goed leest, dan staat het duidelijk aangegeven. Ik moet voorzichtig zijn met reclame, want ik ben geen reclame aan het maken. Dus ik ga echt logo's en zo. Maar dan zie je, kijk bijvoorbeeld deze verpakking. Dan zie je hieronder de echte prijs. En hier zie je dan dat ze de kilometer, de kilogramprijs tegenwoordig doen. Dus ja, dat is wel fijn. Ik weet niet of ze het in elke supermarkt nu doen. Maar dat viel me dan op, van dat ik zeg van, joh, dat is dan toch een verbetering. Waardoor mensen dan toch eerder gewoon wat gaan kopen, weet je wel. Want heel veel, vaak laten mensen iets liggen, omdat ze denken dat het te duur is. Maar als ze eens gewoon zouden gaan staan en de verpakking goed zouden lezen, dan zou je zien van, ja, oké. Want dat is het eigenlijk, wat ik eigenlijk met dit wil zeggen, is van, doe jezelf niet tekort door niet te lezen. Als je iets gaat kopen, lees wat je koopt. Als je wil weten wat erin zit, soms of het goed voor je is, zeg maar. Dan ga je gewoon lezen wat erin zit, zeg maar. En dan maak je op die manier geen fouten. En dan gebeurt er ook niet iets dat niet kan. Bijvoorbeeld, je bent allergisch voor iets. Dan is het dan goed dat je op elke verpakking goed leest. Mensen met bijvoorbeeld een notenallergie of zo, lees gewoon goed of het op staat. Of vraag gewoon aan een medewerker. Maar altijd gewoon goed lezen. Ja, ik wilde het gewoon even kwijt, omdat het opmerkelijk was dat het me echt opviel dat het nog steeds mensen denken dat iets te duur is. Terwijl eigenlijk als je goed leest, laat de rundvlees niet liggen, want rundvlees is heel lekker en het is ook goed voor je. Toch? Je hoeft niet altijd alleen maar kippenvlees te eten of vis. Rundvlees, lekker. Nou, dat was het dan voor dit keer.
Wat vind je van dit onderwerp? Laat me dat weten in de comment. En als je het een leuk onderwerp vindt, geef me een like. En was je nog geen abonnee? Word abonnee. En dan zie ik je in mijn volgende video. Dag hoor!